Jordi van Delen, dit is weer even heel wat anders dan het spektakel wat jullie de afgelopen weken hebben laten zien. Ja, het was een heel ander potje. We wisten dat Ajax goed kon voetballen en dat het een goede tegenstander zou zijn. En dat is wel gebleken. Uiteindelijk is het 2-1 geworden. En we kunnen nu gaan uitkijken naar de play-offs. Vond je het een verdiende nederlaag? Misschien wel. We hadden wat meer de bal. Wij leunen wat meer naar achter. Allemaal hadden we in het begin denk ik een goede kans met Jamiro. Als we die maken, sta je gewoon 1-0 voor. En daarna scoren uit twee dode momenten. Eén keer uit de counter en één keer een goede aanval van hun. En uiteindelijk sta je 2-1 met rust. Misschien niet helemaal verdiend, maar het is zo. Het is zo gelopen. En tweede helft proberen gewoon de 2-1 te houden en dan proberen nog een doelpuntje te maken. En uiteindelijk is met Erik nog een penalty benut. En toen nog alles geprobeerd in die laatste paar minuten die er waren? Ja, de laatste minuten ga je proberen alles naar voren te gooien en proberen dat hij goed valt. Helaas is het niet gelukt en uiteindelijk heb je dat denk ik wel verdiend met 2-1 verloren. Als je voorkomt, wat vaak gebeurt, dan hebben jullie een spectaculaire wedstrijd. Je ziet ook wel vaak dat als Cambuur achterkomt, dat het dan heel moeilijk is om de wedstrijd te winnen. Is dat iets wat je misschien ook kan leren uit deze wedstrijd voor de play-offs? Ja, misschien wel. Uiteindelijk zijn we met 2-0 achter en daarna creëerden we niet heel veel kansen meer. We probeerden gewoon die 2-0 vast te houden en dan hopen nog dat je een counter wat kan creëren en dat je de aansluitstreffer maakt. En uiteindelijk is dat misschien wel een leermomentje voor de play-offs dat we gewoon uit een achterstand gewoon nog een overwinning eruit kunnen slepen. Nu een hele lange busreis voor de play-offs beginnen tegen Maastricht. Heb je er een beetje zin in? Zeker, zeker. Het is altijd leuk dat je voor een toetje mag voetballen aan het einde van het seizoen. En uiteindelijk is het NVV geworden en het is een verre uitwedstrijd, maar dat hoort erbij. Dus we moeten nu gaan focussen op NVV. Eerst even rustig de kop leggen en dan toewerken naar die play-offs? Ja, we hebben nu een rustige week met geen wedstrijd. Dus we kunnen volop gaan focussen op NVV en goed gaan analyseren hoe we spelen. En dan moet het helemaal goed komen. Het vertrouwen was groot de afgelopen weken. Deze laatste nederlaag, geeft hij nog een tikje in dat vertrouwen? Of denk je dat het met het vertrouwen wel goed zit? Nee, met het vertrouwen zit het wel goed. We zijn gewoon goed in vorm. En het kan gebeuren dat je een keer tegen een nederlaag aanloopt. En het was tegen een goede ploeg. Dus ik ben niet bang dat het vertrouwen weg is.